Ik was een jaar of 7, 8. Ik was een jaar of 7, 8 toen mijn moeder zei dat ze met mij wilde praten. En ik zat me al stiekem te verheugen, borsten, blote piemels, voorbipsen. Eindelijk was het zover. Seksuele voorlichting. Er kwam, helaas, zeker voor hem, een heel ander verhaal. Het had met Sinterklaas te maken. En hoewel ik heilig in die man geloofde, wist ik meteen wat er komen ging. Exact. Ondanks het feit dat ik de Franse taal niet machtig was, kreeg ik een haarscherp déjà vu. En een déjà vu is een gevoel waarbij je denkt, hé, dat heb ik al eens eerder meegemaakt. Exact. Ondanks het feit dat ik de Franse taal niet machtig was, kreeg ik een haarscherp déjà vu. En een déjà vu is een gevoel waarbij je denkt, hé, dat heb ik al eens... En mijn moeder kwam niet met veilige verhalen over hulp Sinterklaas of dat er vroeger echt een Nicolaas leefde. Nee, ze zei het eigenlijk heel zakelijk, cool en direct. Sinterklaas bestaat niet, dat is de buurman die zich verkleed heeft. En toen ze zag dat ik schrok en het allemaal niet goed begreep, zei ze iets wat ik eigenlijk veel erger vond. Ze zei, je dacht toch niet echt dat paarden wortels lusten? En tuurlijk, het was naïef van me. Sinterklaas leek op de buurman. Maar ja, ik leek ook op de buurman en dat was puur toeval. Ja. Ik was heel naïef in die tijd. Ik geloofde echt alles. Ik geloofde dat er centrale verwarming pieten waren. En ik geloofde zelfs dat er in de letter I net zoveel chocola zat als in de W. Van die dingen. Maar ik moet er even bij vertellen. Ik ben geboren in 1966. En dan behoor je qua speelgoed tot de zogenaamde net-niet-generatie. En daar is in de media eigenlijk nog heel weinig aandacht aan besteed. Maar dat wil zeggen dat al het speelgoed dat op de markt komt, dat maak je wel mee, maar je bent er net iets te groot voor, net iets te oud voor of net iets te laat mee. Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik eindelijk die racebaan kreeg waar ik echt jarenlang om had gezeurd, had ik er een weekje mee gespeeld, nekramp van de achtjes. Toen kwam er net een nieuw model uit, het Carrera Servo systeem, waarbij je kon inhalen. En toen die leuke Amerikaanse crossfietsjes kwamen overwaaien, die BMX'jes, toen was ik daar net iets te groot voor. En nu, anno 1990... Ik weet dat het nou geen 1990 is, maar het is een beetje een oud stukje uit mijn programma. En nu, anno 1990, proberen ze dat leed van die net-niet-generatie te compenseren met mountainbikes. En dan denk ik, een mountainbike in Nederland, waar slaat dat op? Waar slaat dat op? Dat is uitverkoop bij de Vibra. Dat is Barry van Aalen die een verstandshuwelijk afsluit. Dat is een meisje dat dolgraag ongewenst zwanger wil worden. Het slaat nergens op. Weet je het verhaal van de man die trots is op het feit dat hij een lul heeft tot op de grond, maar er niet bij vertelt dat hij geen benen heeft? Het slaat nergens op. Maar goed, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het heel erg. Sinterklaas was de man waar ik het meest in geloofde van allemaal. En juist die man, die bleek niet te bestaan. En ik dacht, als dat niet waar is, als zelfs dat niet waar is, wat is dan nog wel waar? Zijn mijn vader en moeder, mijn papa en je mami wel? Is groente wel gezond? Moet je wel uitkijken bij het oversteken. Is Edwin Rutte wel die sympathieke kindervriend? Gaat het lichtje in de koelkast wel uit als de deur dicht is? En sterker nog, waren het wel de Duitsers geweest die al die vervelende dingen hadden gedaan in de Tweede Wereldoorlog? Ja, misschien waren het al de Amerikanen geweest en was heel die oorlog nagesynchroniseerd. Ik wist het niet meer. Ik wist het niet meer. En ik weet het nou nog niet. Als ik de straat op ga en iemand vraagt mij de weg, En die straatnaam die klinkt mij een beetje onbekend in de oren. Dan loop ik snel door omdat ik bang ben dat Ralf Inbar ergens in de bosjes ligt. Ja, en natuurlijk, de mensheid wil bedrogen worden, maar toch niet door Ralf Inbar. Mijn vriendin die heeft mij bedrogen. Vorige week vertelde ze dat ze was vreemd gegaan en dat blijkt nou helemaal niet waar te zijn. In het begin ging het eigenlijk allemaal heel goed, maar al vrij snel ging ze zich irriteren aan kleine dingetjes. Mijn penis bijvoorbeeld. Voor haar... Ja, voor haar was uiterlijk was heel belangrijk. Ze deed ook elke dag zo'n klein maskertje op. Daar kreeg je een mooier gezicht van volgens haar. En dat was ook wel zo. Maar ja, op een gegeven moment moet zo'n maskertje er ook weer af. Dus ja. Maar ze dreef dingen ook heel ver door. Zo vond ze het bijvoorbeeld heel lekker om, nadat wij gevreden hadden, een sigaretje op te steken. En ik had daar eigenlijk helemaal niet zoveel moeite mee. Maar zij dreef dat zo ver door. En zij raakte zo verslaafd aan die combinatie. Dat het op een gegeven moment zo ver was dat voor elke sigaret die zij opstak...
Ze rookte een pakje per dag. Ja, nou lijkt het net of wij een hele goede seksuele relatie hadden. Dat viel in de praktijk tegen. Nou, we hebben één keer een gelijktijdig orgasme gehad. Alleen was zij toen op wintersportvakantie in Oostenrijk. Maar ja, het is nou uit. Het is uit. In ieder geval, dat wilde zij. Ik wilde nog wel doorgaan. Ik ben wat dat betreft heel romantisch. Ik heb zoiets van, laten we alles vergeten en laten we opnieuw beginnen. Laten we in die auto stappen en laten we iets totaal onverwachts doen. Laten we niet naar Parijs gaan. Maar zij wou er verder helemaal niks van weten. Ik wilde ook nog wel maatjes. Ik wilde ook nog wel maatjes zijn. Gewoon maatjes. Zo belangrijk vind ik die seks niet. Ik vind dat je ook op een vriendschappelijke manier met elkaar naar bed kunt gaan. Maar zij wilde daar verder niks van weten. En ik was kapot. Ik was nergens meer. Ik was totaal. Ik kon alleen nog maar aan haar denken, aan haar. Ik was niks meer. Ik was helemaal. Ik was op. Het was op. Totdat ik diezelfde avond in een cafeetje kwam en daar ontmoette ik een meisje. En dat is heel gek eigenlijk. Daar heb ik vijf minuten mee gepraat. En het was net of we elkaar al jaren kenden. Ontzettend saai. En We gingen naar haar toe. Zij woonde dichterbij en we zaten op die tweepersoonsbank. En ik weet dan nooit zo goed wat ik moet zeggen in dat soort situaties. Soms weet ik het ook wel. Mijn vorige vriendin die vond mij zo leuk, zei ze. Omdat ik altijd zo ad rem was, zei ze dan altijd. En dat is misschien wel leuk om nu even uit te testen. Ja, dat is wel leuk. Ik ga hier staan. En dan iemand uit de zaal mag mij uitschelden voor mijn kleren of uiterlijk of iets van mijn karakter. En dan zeg ik heel snel en gevat iets terug. Dus spreek vrij uit. Wie? Wat? Wie? Ja. Nee, jij. Maar in ieder geval we zaten op die tweepersoonsbank en ik weet nooit, ik weet in dat soort situaties nooit wat ik moet zeggen. En ik zei ook iets heel stoms. Ik weet het niet meer. Oh ja, kom jij wel vaker hier? Ja. Nee. Toen had ik het gevoel van, het moet iets persoonlijkers worden. Toen moet het wat persoonlijker worden. En toen vroeg ik of ze ongesteld was. Bloed ook een beetje dood. Vrienden van mij zeggen altijd, je moet gewoon jezelf zijn. Maar ja, zo ben ik niet. Ja. Ja, het is heel snel. Dit is alweer bijna het einde van mijn programma. Een ogenblikje. Ja, ik heb natuurlijk mijn programma vaker gespeeld. En vaak ga je naar zo'n zaal toe, je zet hem op de automatische piloot en je raffelt die teksten die je uit je hoofd hebt geleerd, die raffel je af. Alleen soms dan zijn er optredens en momenten. En daar is er vanavond één van. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb als mens en als cabaretier nog nooit zoveel warmte gevoeld. En ik zou het gewoon heel jammer vinden dat alles wat we vanavond in die korte tijd, maar toch wat we met z'n allen hier samen hebben opgebouwd, dat zou verwateren. En ik weet ook niet precies wat we moeten doen. Ik stel voor dat we daar toch ieder geval even bij elkaar komen en adressen uitwisselen of zo. Of in ieder geval even een datum prikken voor een reunie. Of... Ja. Ik weet het gewoon even niet meer. Ik heb heel veel respect voor jullie allemaal. Voor bijna allemaal hier. Maar ik kan op dit moment, en daar ben ik heel eerlijk in, gewoon niet echt inschatten in hoeverre dat ook seksueel is. En als ik nou mijn gevoel laat spreken, dan zeg ik tegen die mensen van het licht, dan knal dat licht uit, we trekken onze kleren uit en we kijken wel wat er gebeurt. Maar ik ben gewoon te vaak om mijn bek gegaan. Dat de afspraak was dat het licht uitging, toen was het weer aan en dan stond ik in mijn eentje in mijn blote piel. En ik wil dat gewoon niet meer meemaken. Dat wil ik gewoon niet meer. En het lijkt
het lijkt mij gewoon beter als we elkaar misschien een tijdje niet meer zien. Bedankt.